Ja, lekker om twee keer te scoren. Heerlijk. Ja, je bent hier nu 2 weken. Wat is je eerste indruk van de club? Ja, ik heb al een paar maanden, 3 maandjes met de onder 21 meegespeeld. Omdat het corona seizoen de wedstrijden eruit had gehaald. Dus kon ik alvast meetrainen. Dus dat was wel fijn. Zo kon ik deze 2 weekjes wat meer in de groep al komen. Want ik kende al een paar mensen. Dus dat was wel fijn. En het is een leuke groep. Ja, hoe heb je dan eigenlijk het afgelopen seizoen gevolgd? Want je tekende in januari, als ik me niet vergis, je contract al. Klopt. Dan weet je nog niet waar je terecht komt volgend seizoen. Nee, zeker niet. Ja, het was, ze stonden wel al als degradant. Maar je weet het natuurlijk nooit. Ze speelden nog, aan het einde hadden ze nog veel punten gehaald. Dus misschien konden ze er nog in blijven. Maar helaas niet gelukt. Merk je dat de grote stap is van Excelsior naar Sluis naar ADO? Het is natuurlijk wel een stap. Tot nu toe kan ik lekker mee. Dus, waar merk je dat dan aan, dat het een stap is? Ja, natuurlijk grotere spelers bijvoorbeeld, die al grotere clubs hebben gehad. Dan ligt het niveau natuurlijk hoger. Dus, wat is nou eigenlijk jouw persoonlijke doel dit seizoen? Vorig jaar stond natuurlijk hier Jonas Arweiler en Michiel Kramer in de spits. Die zijn allebei weg. Ja. Waar moeten we jou zien aankomend seizoen? Ja, wat ik hoop is natuurlijk het eerste elftal. En dat is ook mijn doel, maar dat hoop ik. Dus, heb je daar al gesproken met de trainer van aankomend seizoen sta ik in de spits? Nee, nog niet. Wat heeft hij aan jou? Wat ben jij voor type speler? Ik ben een goaltjesdief. Ik hou ervan om te scoren en ik kan goed koppen met links, met de rechts en de bal vasthouden. Ja. Dus, wat zijn jouw verwachtingen van aankomend seizoen? Hoe bedoel je? Hoe ADO gaat presteren? Dat bedoel je? Nee, jouw ontwikkeling meer. Ik hoop me natuurlijk als spits te verbeteren in de paas vooral, in de kaats en als speler gewoon ontwikkelen. Dus. Ja. Tot slot, Milan van Ewijk, ken je zijn verhaal? Ja, tuurlijk. Ja. Hebben we hier met Milan van Ewijk alleen dan van de spits te maken? Dat hoop ik. Ja. Dat, heb je nog contact met hem gehad voordat je hier naartoe ging? Ja, ik ken Milan. Hij heeft natuurlijk ook bij Excelsior Maassluis gespeeld, waar ik vandaan kom. Dus ik heb contact met hem gehad. En we hebben ook dezelfde zaak waarnemen. Dus, En wat zei hij? Ja, Milan raadde me de club natuurlijk aan. En dat zei hij vooral. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.